Alles voor de wetenschap. Hé, hey, nee! Help! Je bent bij deze ontvoerd? Het is wel de eerste keer dat ik naast hem nog in zit achterin. Ja. Normaal zit hij altijd voorin. Oh, nee! Ik heb je Gerard! Oh! Kijk, meneer, heeft u al eens gehoord van zinloos geweld? Ik was al niet klaar. Ja, meneer. U mag even je slurf in die broek doen. Ik kan niet stoppen. Ik blijf plassen. Meneer, Gerard is nog een keer overreden. Jun, ik heb jou oprecht gewoon echt 2 maanden niet gesproken. Maakt jij het waar? Dat had voor mij ook wel 8 maanden kunnen duren. Oh. Wil je niet zo smakken, makkers? Smakkers. Hey, smakkers. Hij heeft nog steeds een tijdbom. Maar hij zal, zal genezen. Je dan ben ik heel benieuwd wat er gebeurt. Hoe lang heb je nog, Gerard? 6 minuten en 36 seconden. Dan gaan we de leukste 6 minuten van je leven creëren, oké? Oh my god. Waar wil je laatste adem hebben? Er ligt hier iemand op sterven. Op een cruiseschip, dan gaan we erheen. Toos, hij wil naar een cruiseschip. Ja, kom maar, we gaan, Gerard. We gaan de leukste 6 minuten van je leven creëren, Gerard. Nog 5 minuten en 50 seconden. Wat heb je altijd al willen doen? Op een cruiseschip zitten met allemaal dolfijnen omheen. Behalve dat. Ja. Oh, hey, jongens, ben ik nu niet onsterfelijk? Nee. Nee. Denk je niet? Nee. We kunnen het testen. Jawel, ik wil dat testen. Stop. Klim jij op dit dak hier. Je hebt een ladder daar en spring naar beneden. Kijk of je onsterfelijk bent. Hier, kijk, je kan met de ladder hier aan de zijkant kan je dit dak hier op. Oké, rennen. Kijk of je onsterfelijk bent. Oké, Toos, wij wachten hier. Ja, en dan gaat het zo met de fout en dan ben ik nog mijn fiches kwijt. Kon hij de fiches niet aan jou geven? Gerard! Ik ben benieuwd of Gerard het overleeft. Als je doodgaat in Roeveen, dan heb je nog een tijd voordat je geholpen kan worden en anders ben je gewoon dood. Maar hij is overeind geholpen, maar die timer die werkt nog steeds gewoon. Dus zijn benieuwd of hij nu onsterfelijk is. Yeah, spring maar! Ik hoor hem ook gewoon niet. Yeah. Ga maar! Alles voor de wetenschap. Alles voor de wetenschap. Nou, hij is niet onsterfelijk. Ja, 15 minuten. Ik ben de ambulance. Alles voor de wetenschap, zei je dat nou? Ja. Hij loopt nu een dubbele counter. Ook echt? Die van 4 minuten loopt nog. Oh, Gerard, er zat water in je longen. Spuug het uit. Spuug het uit. Met de X-spier. Spuug het uit, Gerard. Hoe kan dat? Hoe komt er water in je longen? Nee. Toos, nee, ik protesteer. Auw. Nee, oprecht. Ik heb een neusverkleining gekregen. Althans, ik denk dat de band van Toos lekker is doen. Ah! Help! Waarom ben ik nou ineens hier? Waarom lig ik nou helemaal hier? Oh. Ja, wat? Jij. Nee, dat zei jij. Alles ging kut. Hallo, Max. Alles ging fout. Plakkers van plakkers. Hey, Rick. Ik zag op Instagram een foto van corrupte agenten. Jij zag op Instagram. Ja, moet je maar op Instagram. De Instagram-account heet Roeveen nog wat of zo. Ik zal het wel even voor jullie voorlezen, jongens. Corruptie is een veel voorkomend misdrijf in de wereld. Dit gebeurt helaas nog altijd binnen de politie van Roeveen, Rick. Gelukkig heeft de politie hiervoor een aparte tak. De VIK, ja, de VIK. Is dit de welbekende corrupte agent, die Rick? Of? Ja. Nee. Oh, het is ook echt nog iets ook. Man, daar gaan we weer. Doei! Rick, doei. Nee! Nou jongens, stap in. Nee. Nou, we gaan mee, Rick. Ja, echt jongens, dit is echt. Dit is de eerste keer dat ik vrijwillig bij jou instap in de politieauto. Hey, waarom ga ik er nou uit? Nee! Hey, meneer, wat doe je nou? Nee, ik wil erin blijven. Ja, ik ga... Nee, hey, hallo, ik wil in de auto blijven. Heren, fijne avond. Hallo, doei! Hey, nee, help! Je bent bij deze ontvoerd? Oh, het is de eerste keer dat ik vrijwillig ben. Je bent bij deze aangehouden. Het is wel de eerste keer dat ik naast een agent zit achterin. Normaal zit die altijd voorin. Voor corrupte personen in de stad moeten we een uitzondering maken. Ja, natuurlijk. Kijk, je ziet het, zelfs een corrupte agent. Wat is uw naam? Makkers, waar gaan we überhaupt heen? Hebben jullie een melding of zo? Oh, ze zijn aan het schieten. Je kan met uw handen naar buiten komen. Hoofd hoeft niet.
Zo zeg ik, zo doe je dat toch? Ik vind je best goed bezig, ja. Schiet hem neer, ik ben je mental support. Ik ben engeltje op je schouder, je kan het. Nee, blijf even hier, Van Plakkers, ik ben zo terug. Schiet hem door zijn kop. Van Plakkers, blijf buiten! Ze is in even staat dit gebouw. Ja, Rick, ik heb zoveel vragen, maar geen antwoorden. Goed zo, jongens, rennen. Zou ik Rick waarschuwen dat je weg aan het rennen bent? Ja, doe maar. Ja, ja oké. Okay. Hij heeft een auto gestolen. Ja, Rick, dat krijg je ervan als je mijn advies niet opvolgt. Mag ik rijden? Nee. Alsjeblieft, één keer. Eén keer. Nee. Oké, okay, nee. Top. Nee, alsjeblieft, één keer. Van Plakkers Rick, alsjeblieft. Ik heb mijn boete. Ik ben een brave burger geweest. Ik heb mijn boetes betaald. Ik beloof voorzichtig rijden. Wat? Waarom? Nee. Ja. Zal ik hem anders in de plezierhaven in het water donderen? Dat kan ook. Nee, ja, waarom doe je? Je bent echt corrupt. Of, dat kan ook. We gaan naar de pier. Ik donder hem van de pier af. Dit bewijst mijn theorie alleen maar meer. Kom je ook naar de pier, Geri? Je ware aard komt naar je naar boven. Oh nee. Ja, heb je er ook zin in? Ja, ik heb er ook wel zin in. Nee. Au! Laat het los! Stop! Zak het los! Stop! Au! Oh, wacht, stop! Gerard! Boeien! Hij trok hoezo aan boeien? Boeien! Nee! Ja, dat kan wel. Zal ik hem boeien? Nee! Ja, ik kan wel boeien. Nee! Jawel. Ja. Smara, als je maar, ik ben corrupt! Ja, dat vind je mij toch al! Smara, ik ben corrupt! Nee, waar ga je heen? Nee! Nee! Deze kwart heb ik. Oh! Nee! Hij gaat zwemmen! Oh god, nee! Help, ik zink! Het is een ongeluk! Corrupte Rick duwt me gewoon naar beneden. Ik ben gewoon gevallen, maar... Ja, ik zonk gewoon echt gelijk naar de bodem. Ik kreeg letterlijk... Ik val en het eerste wat er gebeurt is, ik zink. Wat er gebeurde was, ik wilde jou boeien. En op dat moment laat jij mij vallen. Ik val, ik kukkel over dit randje. En het moment dat dit gebeurt er! Dit! Hé, hey, joh! Blub. Oh nee, dit. Nou, let's go! Dan gaan we. Kan iemand wat sneller me redden? Maar... Waarom kan ik niet omhoog? Weet ik veel. Dan gaat iemand heel raar naar beneden achter ons. Stefan. Zie je hem gaan achter ons? Hij heeft Thomas het water ingeslagen. Is jouw zuurstoftank zo meteen niet op? Ja, wel trouwens. Even kijken, sorry, dit, gaat werken, dit gaat werken. We zijn er bijna. bijna, ja. Nog eventjes. Voel de waterdruk al minder worden. Ja, dan gaat mijn fles, wacht even, mijn fles is leeg. Nee, we zijn er bijna! Nee, mijn fles is echt bijna leeg. Moment. Nee, ik was er bijna, ik kon het ruiken. Nu ben ik weer op de bodem. Gelukkig heb ik hele, hele goede longen. We zijn boven water. Ik heb echt al 5 minuten niet geademd. Dit gaat goed komen. Oké, dit ziet er wel heel gek uit trouwens. Dus. Kan je zien, hoe ruikt het daar? Ik ben blij dat je het water gelegen hebt en is die lucht er tenminste af. Oh, nou, ik lig nu ook wel charmant, dan zeg ik het zelf. Hier. Ik sta al, hé. Lukt het? Okay, moet je even helpen? Heel erg. Let op. Ja, lag goed. Nee, ik help je even. Nee. Ik help je even, het reageert niet meer, joh. Geen zorgen. Volgens mij voel ik weer een pols. Heb je wel gezien dat ik mijn politiepak aan heb? Zo, volgens mij val ik wel gelijk zo meteen. Oh, ja, daar gaan we weer. Ja. Zo, waar komen die flippers vandaan? Je hebt niet eens flippers aan. Gewoon ja, ik aan. Heb wel flippers aan, maar nee. Ze zitten onder het zand verborgen. Oh. Ja, tot voor een ook aan. Oh! Let op, deze truc. Hey! Oh! Wow! Ah! Nee! Sorry! Nee, Toos, nee. Nee! Twee keer! Dan gaan ze met z'n allen! Nee. Hier is, doe je ook. Oh, hij is zelf gevallen! Nee!